enerzijds zijn het gewoon dus de technische skills, daar begint het dan toch wel mee. Die zijn gewoon echt op het niveau wat je mag verwachten. Ze zijn goed opgeleid op hun universiteit of... Ja, ik weet niet of het alleen maar altijd scholing is, als wel ook gewoon practice. Ik denk een combinatie daarvan, maar gewoon dus de technische skills zijn echt goed. Twee, inderdaad de attitude, de houding. Dus dat bedoel ik meer arbeidsethos. Dat ze gewoon heel welwillend zijn om... Dat je gewoon lekker te werken, lekker te rammen, zullen we maar zeggen. En twee, dat ook vanuit een hele positieve, heel veel optimisme en positiviteit. Dat kan je natuurlijk, als je wat meer in verdiept, kan je het ook allemaal heel goed voorstellen van gezien waar ze hebben gezien de situatie in Afrika. En dat het hier dan ook gewoon in die zin een stuk relaxter is. Dus zij denken ook van, ja Jezus, ja, waarom zou ik hier moeilijk gaan open doen? Waarschijnlijk, want het is zoveel erger daar. Dus waarom doen de andere mensen zo moeilijk? Ja. Maar dat is helaas wel zo. Ja, het is ook een hele fijne vibe die je daarmee ook natuurlijk naar binnen haalt. Ook, en dat, dat besmet voor een deel ook je zittende crew aan mensen. In positieve zin. In positieve zin, ja. Ja, zeker.